Het is een koude, barre winter, die van 1944 tot 1945. Ik ben dan 4 jaar en samen met ouders en broertje woon ik in de hervormde pastorie in Wijk. Ons dorp komt, net als de rest van het land van Heusden-Altena, midden in het front te liggen. Het is een heftige tijd met veel beschietingen. Ja, die winter was erg koud. Bovendien was het zo dat we hier in de pastorie op een gegeven ogenblik niet meer konden blijven. Doordat er ergens een V2 gevallen was, waren alle ramen in één keer eruit gevlogen. Bovendien was het gevaarlijk om hier in de pastorie te blijven, want de pastorie ligt heel vlak bij de kerk. En de kerk en met name de toren, die werden beschoten vanaf de andere kant van de Bergse Maas. Want aan de andere kant van de Bergse Maas zaten de Canadezen en de Engelsen. En hier aan deze kant zaten de Duitsers. Dus dit was eigenlijk gewoon te gevaarlijk om hier in dit huis te blijven wonen. Toen zijn we dus met z'n allen naar de familie Wink gegaan. En daar waren wij niet de enige die daar kwam, want daar zat ook de dominee van Aalburg. Daar zaten evacuees uit Zeeland. Daar zat de familie van de dokter hier. Dus ik denk dat we bij elkaar met ongeveer 40 man waren. Het was gewoon een soort fronthuishouden. En er liepen ook af en toe nog een keer Duitsers tussendoor die erin ingekwartierd waren. Er werd op het laatst ook heel veel geschoten. En met name rond de kerstdagen van 1944 is dat. Toen is er een stuk uit de schuur van het huis van de familie Wink waar wij zaten, is er gewoon uitgeschoten. Hier in Wijk is op 5 januari is er een bom gevallen op een bakkerswinkel. En daaronder in de kelder zaten meer dan 40 mensen en die zijn bijna allemaal omgekomen. En nou ja, daarna was gewoon de situatie hier in Wijk was onhoudbaar en bovendien moesten we van de Duitsers ook evacueren. Mijn moeder, ja, als kind wist je dat helemaal niet, maar ja, die liep op alle dagen zoals men dat tegenwoordig zegt. Toen zijn we dus vanuit hier uit Wijk helemaal naar Sleewijk vertrokken en ja, het was donker, koud, ja, en toen is 's nachts mijn zusje geboren. En ja, die bevalling moet natuurlijk al begonnen zijn op de wagen. Als kind weet je daar niet van, maar dat is toen gebeurd. En toen 's morgens, ja, hadden we plotseling een zusje. Mijn vader was hier de dominee, maar hij was ook de enige die in het dorp zo ongeveer Duits sprak. En ja, bovendien had hij het toch ook wel heel erg zwaar. In die zin dat hij alle begrafenissen en zo moest leiden. En ook, laten we zeggen, overal ja, bij was als er iets gebeurd was en zo. Dus dat heeft hem toch heel erg ja, aangegrepen. De kerk was niet meer te gebruiken. Want A, het was te gevaarlijk. B, was er al schade. Dus toen heeft hij, ja, zeg maar, overal in de gemeente waar er maar de mogelijkheid voor was, heeft hij ook zelfs door de weeks gepreekt en zo. Hij was goed in improviseren en hij was ook ja, iemand die wel probeerde nou, de zaken nog te regelen voor de mensen hier in hun wijk.